Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En ik heb vandaag een morning routine. Ik heb wel eens op mijn Instagram... ik zal even mijn oortjes uitdoen. Dit is echt heel raar. Ik heb wel eens op mijn Instagram gevraagd... Zeg maar, wat voor leuke video ideeën. En ik dacht, wat voor video kan ik deze zaterdag doen? En toen ben ik gewoon even daardoor gaan kijken. En toen kwam er eigenlijk uit dat heel veel van jullie een morning routine wilden zien. En ik vind het heel leuk om te maken. Maar ik wilde wel gewoon een realistische morning routine... laten zien. Dus ik heb het een beetje op een vlog manier gedaan en gewoon ja, laten zien wat ik elke ochtend doe, hoe laat ik opsta, wat ik op een ochtend doe, ja, hoe ik me opmaak en zo. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet een blauwe omhoog te geven en op mij te abonneren. En vergeet ook niet een kijkje te nemen op mijn Instagram, dit is Sarah Verwoerd. Ja, ik heb natuurlijk gewoon online lessen. Ik ga niet naar school toe, ik zit Hogeschool van Amsterdam, dus... Dat is allemaal online, thuis. Ik ben elke dag zat thuis. Echt super saai. Dus ja, ik maak me wel altijd gewoon op. Ik ga me wel altijd gewoon klaarmaken. Ja, dat vind ik wel gewoon chill. Want dan voelt het wel alsof ik gewoon de dag begin. Als ik de hele dag in mijn pyjama blijf zitten, dan ja, voelt het niet echt alsof ik de dag ben gestart. Dus laten we maar gewoon naar vanochtend gaan. En dan kunnen jullie de hele ochtend zien. Ik heb een lekker realistisch gehouden, want ik hou ervan. Ik wil niet een of ander sprookje laten zien van... Wow, ik heb echt de perfecte morning routine, want dat heb ik absoluut niet. Er zit zeker verbetering in. En ik hoop dat dit nog komt. In ieder geval, veel kijkplezier. Goedemorgen, ik ben wakker. Ik ga er zo uit, maar ik kan niet eens wakker worden. Ik had mijn wekker om 8:30 gezet en het is volgens mij al 10:00. Oh ja, het is 10:00 en dit gebeurt mij dus elke dag. Quarantaine live. Voordat ik mijn dag begin, zet ik eigenlijk even mijn telefoonverslaving door. Ja, ik vind het gewoon chill om even mijn Instagram te checken, mijn WhatsApp en zo, voordat ik mijn dag begin. Dan lig ik lekker in mijn bed en dan ga ik mijn dag beginnen. En ja, ik wil eigenlijk altijd gewoon de dag beginnen met douchen. Als ik aan het douchen ben, wil ik altijd mijn haar wassen met zilver shampoo. Ik gebruik deze twee van Vanola en een van Florel. Hele goede conditioner, wel duur. Als ik tijd heb, een haarmasker en even shower foam van Rituals en dat masker op. Ik zie er echt heel mooi uit. Maar vaak als ik echt de tijd heb om te douchen, dan doe ik van tevoren al zilver shampoo in. Dat het zomaar goed kan intrekken. Dit doe ik ongeveer 10 minuten, kwartier. Ja, het ligt er echt aan. En een lekker masker op. En dan ga ik de douche in. En dan gooi ik het allemaal eraf. En vandaag neem ik lekker die tijd. Want ik heb op zich wel de tijd. Dus ga ik dat lekker doen. Het is inmiddels al 1 uur verder. Ik ben al uit de douche. Ja, sorry. Maar ja, ik ga wel echt gewoon een realistische morning routine opnemen, want al dat sprookjesgedoe dat iedereen een perfecte ochtendroutine heeft, daar geloof ik echt niks van, want ik heb dat nog nooit gehad, zo'n videoroutine. Dat bestaat bij mij niet. Misschien ben ik gewoon te chaotisch daarvoor. Ja. Maar ja, ik heb mijn haar laten intrekken, toen ben ik Love Island gaan kijken. Toen opeens dacht ik, oh ja, ik zal gaan douchen. Nou, het is dus inmiddels alweer bijna 11:30. Ik ga nu mijn make-up doen en ondertussen ga ik deze strips van Pure Medic, bleek strips, opdoen, want die moet een 1/2 uur op. En dan ga ik me lekker opmaken en omkleden. Vinden jullie het leuk als ik een uitgebreide daily make-up routine opneem? Dat ik echt per product alle stappen uitleg en zo. Dat moeten jullie laten weten en dan maak ik die video. Maar dat ga ik niet in deze video laten zien, want anders wordt het wel een hele lange video allemaal. Ik zie er ook werkelijk niet uit. Laten we ook maar snel even wat outfits gaan passen. Outfits, gewoon een outfit gaan kiezen. Mooi. 30 minuutjes erop. Ik moet mijn make-up nog doen. Kut, ik heb geen timer gezet. Oh, voor die kut nagels. Ja, dat kan nu wel 25 minuten. Maar ik heb even een leuk outfitje aangetrokken. Super leuke kettingen van mijn eigen collectie. Van Labella. Link staat in de beschrijving. Dit ook. Een topje van de Bershka. Gewoon een wit topje. Broek van de H&M. Jasje van Shein. Ik kreeg heel veel vragen over dit jasje. En deze mega leuke shorts van Shein ook. So that's my outfit. En ik moet nu even mijn hoofd beter maken, want het ziet er niet uit. Doe, doe, doe. Oh,
Ja, ik heb eigenlijk elke dag wel dat ik me even goed opmaak. Ja, ik film mezelf natuurlijk de hele dag door. Dus dan vind ik het wel gewoon chill als ik er gewoon een beetje normaal uitzie. Ik moet meestal ook wel werken of toch ergens heen. Dus ja, ik maak me altijd gewoon klaar. Dan voel ik me ook gewoon een stuk beter en veel productiever op een dag. Doe gewoon een beetje foundation, concealer, cream contour. Dan contour ik mezelf met bronzer en zo. En ja, soms een beetje oogschaduw op. Ik doe mijn wenkbrauwen, mascara. En dat is het eigenlijk een beetje. Zoals ik zei, wil ik ook wel een uitgebreide daily make-up routine opnemen. Maar dat moet je even laten weten. En dan laat ik het alles stap voor stap zien. En welke producten ik gebruik en zo. Make-up zit erop. Helemaal gefliekt. Ik heb nog die dingen in. Dat moet over een paar minuten klaar. Even kijken. Nog 5 minuutjes. Dan mogen ze eraf. Ik zie dat het echt kut weer is. Dus ja, ik zou sowieso niks buiten gaan doen. Dus het slaat nergens op dat ik dit zeg. Het is een morning routine. Maar het is eigenlijk een soort realistische morning routine. Hoe ik het vlog. Hoe ik het... het is gewoon het leukst. Het realistisch vind. Het lijkt mij dat iedereen het leukst vindt om zo'n morning routine te zien. Ik bedoel, het is ook leuk om zo'n morning routine te zien. Dat iemand helemaal... alsof het in een film zit. Maar volgens mij heeft niemand zo'n morning routine. Bij mij is het ook elke ochtend anders hoor. Soms sta ik wel gewoon vroeg op en ga ik meteen naar school en weet ik het allemaal. Ja, vandaag had ik er dus gewoon even totaal geen zin in. En dat kan nu tijdens... ja... corona online les gebeuren. Ik heb namelijk gewoon online les allemaal. Maar ik ga even wachten tot die stops eraf kunnen. En dan ga ik lekker een koffie drinken. Want ik eet geen ontbijt. Ik haat ontbijt. Ik wilde eigenlijk ook nog mijn bed verschonen. Want dat moet echt. Maar dat doe ik vanavond wel. Ik heb er echt geen zin in. En ik heb wel mijn laptop nodig trouwens. Voor zometeen. Het staat heel hoog voor mijn gevoel. Het staat hier raar. Oké, de dingen gaan eraf. Nu ga ik mijn tanden poetsen hiermee. Doeg! Weer. Het werkt echt top. En dit is niet gesponsord. Niet dat je denkt, dit moet ze in een video doen of zo. Nee hoor, dit zeg ik gewoon omdat ik het echt oprecht fucking chill vind. En vaak gebruik. Iets minder goed is dat ik dan nu koffie ga drinken. Want daardoor wordt het wel weer echt een stuk weer lelijker. Geler. Maar ja. Het zijn zo. Ik ben nu beneden. En het is 10 over 12. 10 over 1. Nee. 10 over 12. Ik hoop dat jullie zeg maar deze manier een beetje leuk vinden van de morning routine. Dat het een beetje een vlogstijl is. Maar zelf vind ik dit gewoon het leukst. Ik ga nu koffie zetten. En ik ga even laten zien hoe ik dat doe. Want ik maak altijd een lekkere latte macchiato. Ik heb mijn koffietje. Dit is echt mijn ontbijt. Ja, het is, vult altijd al best wel erg. Want ja, het is natuurlijk heel veel melk en zo. Dus dan heb ik nooit echt meer honger. Dan eet ik in de middag altijd. Ja, het is bijna 12:30. Ik ga even mails beantwoorden. Even kijken wat ik kan doen. En dan ga ik zo meteen eten. En dan is het allemaal klaar. Okay, het is inmiddels 1:00. Ik heb even een paar mails beantwoord. En dingen eruit gestuurd wat eruit gestuurd moest worden. Ik ga hierna denk ik deze video editen voor zondag. En ik moet sowieso nog wat aan school doen. Het is gewoon heel erg een vlogstijl en ja, gewoon realistisch. Realistischer kan het zeg maar niet. En ik zelf vind dat het heel leuk om te zien. Want als ik die leuke morning routines kijk waar alles zo perfect eruit ziet, dan ga ik mezelf altijd heel erg haten. Dat ik denk,
misschien moet ik wat veranderen aan mijn leven. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet realistisch. Ik ga nog even een paar dingetjes doen op mijn laptop. En daarna vanmiddag wat eten. Het is inmiddels 2 uur. Ik heb even aan school gezeten. Super goed voor mezelf. Ja, ik ga denk hier bij de morning routine afsluiten en video. Want ja, ik ga zo meteen wat eten. Ik heb nu nog niet echt honger. En verder ga ik dit echt weer wat doen. En is het geen morgen meer. Dus ik zet even de camera hier op. Ja, ik hoop dat jullie de morning routine leuk vonden. En dat jullie de video leuk vonden. Vind je dit nou een leuk soort video? Let me know of ik vaker zoiets moet doen. Of een night routine. Ik heb het gewoon zo realistisch mogelijk gehouden. Ik heb het gewoon een beetje op een vlog manier gedaan. En ik wil niet een beeld creëren dat ik een perfecte morning routine heb. Want dat heb ik absoluut niet. Dus, that's why. Ja, dat is gewoon een beetje van hoe het nu is in quarantaine. Ja, hoe noem je dat? Ja, in de coronatijd. Ja, ik vind het heel grappig terug te zien. Over een paar jaar, wanneer we gewoon allemaal weer naar school gaan. Maar ja, ik heb thuis les. Ik heb vandaag toevallig dan geen les. Ik heb gewoon een beetje aan school gezeten, aan YouTube. En dit is een beetje hoe ik mijn dagen doorbreng. In mijn ochtenden chillen is dat je kan uitslapen. Maar het andere nadeel eraan is dat ik, doordat ik niet echt ergens op een bepaald tijd moet zijn, toch te lang in mijn bed blijven liggen. En ik merk dat het daardoor ook weer laat gaan slapen en zo. Dus ik ben nog heel erg zoekende in mijn ritme. Ik weet niet of meerdere mensen dit hebben, maar ik was heel... Ik hoop dat je de video leuk vond. Vergeet zeker niet te kijken en te nemen op mijn Instagram. Het is Sarah Verboerd. Een duimpje achter te laten. En ja, natuurlijk te abonneren. En dan zie ik je de volgende keer. Doei!